Goedemiddag Jon, hoe is het jongen? Ja goed, ik ben Jon Schouwenaar. Ik ben nu 16 jaar. Afstand is vooral 400 meter, ik doe af en toe 800 meter bij, maar ik richt me echt specifiek op 400 meter. En je eerste keer op trainingstage? Ja. Hoe bevalt het? Ja, ik vind het heel lekker. Ja? Ja. Wat is er zo lekker aan? Nou, vooral de zon en ik weet gewoon dat je altijd goed kan trainen. Nou, we hebben één keer dan regen gehad, maar het werd niet koud of zo. Dus alles ging goed. Oké. En hoe gaan de trainingen? Ja, tot nu toe wel goed. Een beetje voor de training staat je last van mijn voet. Ik voel hier helemaal niks van. Steeds beter. En hopen dat de vanmiddagtraining goed gaat. Ja, want vanmiddag staat er op programma? Nou, 300 tot 100 en dan steeds 50 eraf. En dan gewoon echt snel en op het eind dan nog 400 volle bak. Volle bak? Ja. Dat is wel een pittige training. Zeker. Zie je er tegenop? Nee, niet echt. Je hebt er wel zin in? Ja. Het is eerst echt lange baantraining van deze trainingsstage. Daar kijk ik wel naar. Ja, dat is mooi. Wat zijn je doelen en verwachtingen voor het komende seizoen? Mijn doelen? Ik wil nog wel mijn NK-medaille halen dit seizoen. Dat is echt het grootste doel. En natuurlijk moet ik dan op de? Welk onderdeel? Op de 400 meter. Of de 400 meter worden, maakt allebei niet uit. En dan moet ik sowieso wel 2 seconden van per aflopen, dus in die 49 gaan lopen. Dat zijn mooie doelen, onder de 50. Ja. En wat zijn de eerste wedstrijden waar we je mogen bewonderen? Zondag bij de trainingsstage bij de seniorencompetitie. Dan is de, mag je meteen aan de bak? Ja. Kijk hoe deze trainingsstage uitpakt. Ja. We zijn benieuwd. Ja, ik ook. Succes!